We zijn hier aan de hoofdingang van het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta in Rumbeke. U ziet hier achter mij 5 liften aan de hoofdingang. Hier in totaal zijn er 31 liften, waarvan 29 ingesteld met het BlueKit systeem. BlueKit is de naam van onze unieke niche-oplossing, gericht op de optimalisering van de luchtdichtheid van een gebouw via de lift en technische kokers. Hier bevinden we ons in de liftkooi, net onder het dak. Op de verplichte opening ziet u dat wij een klep geplaatst hebben. En dankzij deze centrale kunnen wij deze klep intelligent besturen. Die dienen dus om de liftkoker natuurlijk te verluchten. En dit is ten eerste in geval er mensen geblokkeerd zitten in de liftkooi voor toevoer van verse lucht. En anderzijds dient dit ook om te ontroken in geval van brand. Voor de meting van de luchtkwaliteit zorgt deze kleine blauwe box, dat noemen wij de lift status transmitter. Ook bij te hoge temperatuur zullen de kleppen openen. Wij hebben 2 thermostaten, eentje die aan de centrale hangt. Dat is het kleine draadje dat u hier ziet. Anderzijds hebben wij ook een thermostaat op de lift status transmitter en deze zal de temperatuur meten rond de liftkooi. Bovenop het dak van het ziekenhuis zitten de verschillende weerbeschermingselementen en die bevinden zich net boven de liftkoker. Wij staan dus in voor energiebesparing, verlaging van de verwarmingskosten en verlaging van de CO2-emissies. U merkt het, in de winter zullen de kleppen bijna permanent gesloten zijn en alleen openen als het echt nodig is. Namelijk voor de veiligheid en voor het comfort van de liftgebruikers.